Het wordt tof. Het is show. Het is show. Ik ben al in de gang. Thomas is aan het zwemmen. Ik heb dit nooit gezien. Hallo, we zijn aangekomen in de Calonque van Cassis, naast Marseille. En we zijn juist eigenlijk drie Calonques binnengestapt en drie uitgestapt, uitgewandeld meer. Waar jullie de beelden ook van te zien gaan krijgen? Ja, maar en we zijn vergeten te vloggen dus. Maar hier een stukje vlog dus. Het is hier wel echt prachtig. Het is tering mooi. En gisteren zijn we ook naar een of ander parkachtig iets geweest, waar het ook tering mooi was. Dit is mooier, maar daar was het meer berg.
En Paul, wat zijn we aan het doen? Aan het wachten. Onze fietsen in de zaak. Ik weet niet hoe moeilijk dat was om daar in te rammen. Oei, we dachten dat dat nog wel relatief makkelijk ging gaan. Ja, zei ik. De kans dat we niet eens... Ja, dat is eigenlijk veel te groot volgens de afmetingen. Dus, maar we gaan zo gewoon geniepig op dat daarin sluipen. Zo van, ja, ik weet van niks, ik kan geen Frans. Thomas. Hallo, hoe dan is mijn open? Bye bye. Dag Marseille. Dat is echt een heel aangename stad. Nu gaan we alles wat we hebben gedaan in 3 uur en een half terug doen. Yes! Yeah. Het was echt een prachtige stad. Met onder andere sociaal bewaring. Fucking controleur, echt. En Paul, we zijn ook altijd dood aan het gaan. Ondertussen staan we al in Gardinoor. En nu moeten we de Thalys nog zoeken. 1 uur om hier de Thalys te winnen. Ik denk niet dat dat lukt. Godverdomme, dat is hier keigroot. En waar zijn we, Paul? We zijn... Wacht, kijk gewoon naar het weer. En je weet waar je bent. Een kutlandschap. België. Typisch België. Ja, ja. Zijn grens overgestoken. We zijn bijna in Brussel-Zuid. We zijn bijna in Brussel-Zuid. Dan is het gedaan. Ja. Dus wat we nog moeten doen is even doodgaan aan onze schouders om uit Brussel-Zuid te geraken. Ja! We zijn aangekomen met al onze bagage naast de Thalys. En raar, maar waar, het is nog altijd even zwaar. Jee! Ja! Ja, en nu moeten we dus nog naar buiten Brussel-Zuid geraken. En daarna is het eindelijk gedaan met heffen. Ja, buiten bij thuis. Terug uit, even, man. Nee, dat ga ik wel aan mijn boodschap. Dames en heren, dit is het einde van onze vlog. Shit. Ja, oké, we moeten voorzien, want we moeten naar buiten.